Hello, my name is Ole Terkelsen. On the 1st of August 2016, I gave a lecture on the journey through the realm of death in Martinus Center Klint, Denmark. The lecture was interpreted into Dutch by André Strohband from Den Haag, Holland. Here we go. Ja, en welkom bij deze lezing vandaag, woensdag, woensdag 1 augustus 2016. Hij zei woensdag, ja. Ja, welkom bij deze lezing vandaag, maandag 1 augustus 2016. Dat is het thema deze week is reïncarnatie. Is er een hogere rechtvaardigheid? En in dat verband ga ik vandaag spreken over de rol die de dood speelt in verband daarmee. En met bijvoorbeeld reïncarnatie hebben we ook de reis door het dodenrijk. En het is gemakkelijk om het te verklaren nadat je een computer hebt gekregen, een mobieltelefoon gekregen hebben. Want als je je computer gebruikt hebt en je mobieltelefoon gebruikt hebt, een lange tijd, dan moet die opgeladen worden. Dat kunnen mensen begrijpen. En als we ons fysieke lichaam gebruiken en daar in de fysieke wereld leven in een aardige tijd, dan moeten de batterijen ook vernieuwd worden of moet opgeladen worden. En dat is een van de grote rollen die de dood speelt in verband met de reïncarnatie. Dat is dat tijdens de dood wordt onze levenskrachtbatterij wordt opgeladen. En de dood speelt ook een andere belangrijke rol en dat is dat wij trainen en oefenen het gebruik van onze geestelijke lichamen. In het liefdesboek deel 2, kosmische chemie heet dat. Dat gaat over kosmische chemie, daar spreekt Martinus over als de plant bloemt, als de plant op het fysieke vlak leeft en groen is, dan is die onbewust wat er geschieden wordt op het fysieke vlak heeft. Dat is bewust in het geestelijke vlak, maar hij traint zijn zwaartelichaam. Hij traint zijn vermogen om in de fysieke wereld te beleven. Zijn zwaartelichaam wordt dan kracht, kan dan dragen. Voor zijn bewustheid worden. Dragen voor zijn bewustheid worden. En als wij in het nachtbewustzijn zijn, dan trainen we onze onderbewustzijnslichamen die later ons dagbewustzijn moeten dragen. Martinus heeft twee mooie hoofdstukken geschreven. De meest bekende over dood is het kleine boekje die ook door de poort van de dood, een boekje. Hij wil zichzelf, dat vindt hij niet leuk. Het zoomt een beetje. Een van de kleine hoofdwerkjes is artikel door de poort van de dood. En dat is een boekje gedrukt in Zweeds, in Develmen. Hij is in Cosmos ook geweest. En het andere is boek nummer 25. Dat heet De weg naar het paradijs. En dat is ook een belangrijk boekje over de dood. Martinus schrijft bijna niets over de reis van de aardemens door de dood door in Lisbo. Maar hij schrijft er heel veel in de spiraalkringloop in de geestelijke wereld. En ik moet even een grapje ertussendoor. De weg naar het paradijs werd vertaald naar Servisch. En de Servische vertaler, hij dacht dat het een vervelende titel was. Een religieus titel, dus hij noemde een Hollywood titel, hij zei Van hier tot de eeuwigheid. Dat is een bekende Hollywood film. Maar we ontdekten dat pas 10 jaar later op het instituut, wij konden geen cijfers lezen, dus heel pas later kwamen ze erachter. Maar grappig genoeg, Martinus schreef heel veel artikelen over de dood en hij heeft heel veel lezingen ook over de dood gehouden, gegeven. In mei vorig jaar, 2015, werd het instituut in
de laatste 33 symbolen van Matthias uitgegeven. 23, sorry. Matthias heeft 100 symbolen getekend. En het zesde symboolboek, het eeuwige wereld, deel 6, staan 78 tot 100 symbolen uit. Nummer 8, dit nieuwe symboolboek, zesde, is in feite ook een klein hoofdwerk over de dood. Martinus heeft namelijk 3 symbolen getekend over de reis door het doodrijk. En die heet door de dood 1, 2 en 3. 1, 2, 3. En daar heeft hij niet veel verklaring over geschreven. Er is geen schriftelijke verklaring bij die symbolen, maar hij heeft een paar lezingen gegeven waar hij die symbolen verklaard heeft. En die zijn op de band opgenomen. En op basis van de bandopname hebben ze een tekst kunnen bijvoegen in het symboolboek. En ik wil een paar van die symbolen nu behandelen. Ik vind dat we worden gebombardeerd met reclame over het net, op het internet, op de televisie, over reizen naar het buitenland. Nu Denen gaan vaak naar het buitenland, want er zijn, en dat regelt hier vaak, er zijn goede aanbiedingen. Ik wil reclame doen voor een reis door het Rijk van de Dood. Ik wil zeggen dat deze reisbureau, dat overtreft alle aardse reisbureaus. Want bijvoorbeeld het vliegticket, 0 kronen. Het ontbijt, 0 kronen. Het hotel, 0 kronen. Avondmaten, vrije gebruik in de bar. Het is reisverzekering, 0 kronen. Levensverzekering, 0 kronen. En het is ook een. Je wordt ook naar huis gestuurd. Garantie 0 kronen. Ik kan echt deze reis door het dodenrijk kan ik aanbevelen. Het doel van lezing is om reclame te maken voor de dood. Ik weet sommige. Soms heb ik wat. Ben ik wat juist pessimistisch en dan. Het heet. Het plezier om dood te gaan. Maar. Sommigen vonden dat wat triest, dus we hebben een weekendcursus gemaakt. Dan kon de ene, hij nam het deel, hij had het onderdeel van het vreugde met het sterven. In de lezing zei Martinus ooit een keer, maar de materialist die we in ons kennen, de materialist moet leren om de dood te bekijken, te beschouwen als een vriend. Veel mensen kijken met angst naar de dood, maar de mensen die veel met de dood gewerkt hebben en met mensen die overlijden, die hebben vroeger heb ik wat gelezen over Elisabeth Kubler-Ross en zij ging naar de US, was Duits, spreekend en ging naar Amerika en heeft veel gewerkt met mensen die overlijden, ook kinderen met kanker en ouderen dus kinderen van wie de ouders stierven of omgekeerd. Dus zij heeft daar heel veel onderzoek naar gedaan. Een van de belangrijke dingen is, die zij ontdekte, dat vaak konden mensen niet sterven. Ze bleven maar doorleven, maandenlang, nadat de arts gezegd had dat ze al dood hadden moeten zijn. Hij ontdekte dat er waren mensen die konden, ze konden mensen geen vergeving schenken. Mensen, als er wel strijd was en er was en af en toe probeerden zij om een ontmoeting te forceren waar met de partijen zich een gesprek hadden en daarna overleed degene met harmonie in zijn ziel. Dan, het is goed om dingen op te ruimen. Soms liggen mensen heel lang in het ziekbed. Dan kan het zijn dat ze of ze zijn bang voor de dood, of dat ze iets hebben wat ze nog niet opgelost hebben, dat ze hebben nog niet iets vergeven, ze zijn nog geen vrienden geworden. Vroeger zei men dat de Indianen, die konden zelf merken dat ze dood moesten gaan, dan gingen ze naar het bos, en het bos in en stierven ze. Ik weet niet, hebben jullie de film van Dost nog gezien hebben, maar hij ging ook het bos in om te sterven. Maar toen begon het te regenen. En toen heeft hij zijn dood even afgelost. En de film, in die film werd hij 117 jaar oud. En ik weet niet of het Kubler-Ross was of een ander, maar de mensen die
met de stervende mensen werken, dat de eerste reactie, er is een persoon bijvoorbeeld die aan huis kanker krijgt. De arts zegt van nog 2 jaar heb je te leven. En dan worden de mensen bang als je. De eerste reactie is angst, je bent bang. Je bent helemaal van slag. En een andere fase, dat is de woede. De woedestadium is dat ze zijn kwaad, maar geïrriteerd. Men is boos omdat ze doodgaan. Ze kunnen niet accepteren dat ze doodgaan. En dan komt een derde stadium waar ze als het ware gaan onderhandelen tegen God. Ze zeggen tegen God van ja, maar als ik nou geen koffie meer drink of geen koffie meer of niet meer mijn partner uitscheld, dan wil ik graag beter worden. En met voorstellen wat je kunt veranderen om daar om dan gezond te kunnen worden. Maar het laatste stadium is waar men accepteert dat en dan misschien hopelijk dan met de zielenrust. Ik ging een keer naar een lezing in Martinus Instituut en toen zouden we daarna gaan eten. En toen waren de mensen die met de auto naar het centrum reden. En toen, ik stond over, maar er was nog iemand die een koud had. En er was een dame die had nog een auto. Ik ging in de auto zitten. En ze reed over de trottoirrand. Ze zei, ja, ik zie niet zo goed in het donker, want ik heb een hersentumor. Toen dacht ik, nou ja. Ik bad naar de hogere machten dat het goed begaan. Martinus. Toen Martinus in Egypte was, toen die in een jeep reed, in de Bastijn, op een landweg daar. En het ging, ze reden zo hard, die andere mensen werden helemaal bang en nerveus, dat die chauffeur zo hard reed op zo'n slechte weg. En toen zegt Martinus dat hij zag dat er een enorme blauwe bescherming voor hem, toen wist hij dat het niet zou gebeuren. Ik zeg, je moet blij zijn en binnen gaat die hersentumor wel over. En toen zei ze, aan iedere keer als ik hem voorstelde, dan zei ze, dat heb ik geprobeerd. En het laatste toen ik zei, heb je ook gebeden om te mogen sterven als het Gods wil? Gods wil was, nee, dat had ze niet gedaan. En toen is het ook mijn eigen theorie geworden dat als je kanker hebt en je bent bang voor de dood, dan is dat niet genezend. Misschien werkt dat juist erger en je angst dat het erger wordt. Dus het is ook soeverein als je kan zeggen, ik wil bidden om te mogen sterven als dat het beste is voor mij en de omgeving. Ik wil sterven als het Gods wil is. En dan kom je bij het vierde stadium terecht waar je de dood accepteert. En dan kan het een mooi proces zijn als je ontsnapt en loslaat. Maar als je alleen maar aan één leven denkt, dan is het een catastrofe als je niet verder kan leven. En we moeten dat eeuwig wereldbeeld daarom bestuderen. En ik misschien ook even zeggen dat toen het zesde symboolboek uitkwam in mei, heb ik een artikel geschreven in Cosmos over de reden om het boek over levensboek 6, hè? Hoe die, oh nee, waarschijnlijk dit bedoelt hij, hoe dit boek gemaakt is. En toen ik het ik wil eventueel even dit boek laten zien. Dat is een werk dat is van Bertrand Larsen in 1938 tot 1939 heeft Gerner Galassen een cursus uitgegeven, een cursus in Martinus Geesteswetenschap. Er waren 6 cursussen in 6 deeltjes en 3-3. Ik heb hem thuis trouwens. Toen Martinus met Liefde klaar was, als 70-jarige, had hij nog maar 12 symbolen gegeven in Livio. Daarna is hij symboolboeken gaan schrijven. Maar al voordat Martinus zijn eigen symbool uitgegeven had Gerner Larsen de symbolen uitgegeven. En in 1962 kwam het laatste werk van Gerner's symboolboek.
uit. En hier zie je dan symbool nummer 31. Dat heet door de dood nummer 2. En Gerner geeft hier een korte verklaring. Maar Martinus heeft eigenlijk nooit een schriftelijke verklaring gegeven van het symbool. Maar vanwege de nagelaten symbolen heeft Martinus dat er geen andere dan hijzelf de symbolen moesten verklaren. Dus, en dan zie je in het zesde symboolboek, in symbool 92, door de dood nummer 2, daar zijn geen bandopnames van. Dus die bladzij is leeg, dat er is geen verklaring van Martinus' kant. En we hebben een noten erin gezet en daar staat bij de noot dat er een verklaring is in het boek van Gerner. En Gerner heeft dat en dat gezegd over het symbool. Dan krijg je een kleine sleutel tot hoe het symbool misschien geduid moet worden. En in verband met de reis door het dodenrijk wil ik wat symbolen laten zien. En misschien kan ik wel assistentie krijgen van de technicus. Ja. Dit symbool is het symbool nummer 6, het levende wezen nummer 1. Geen aanwijstok. Jawel, daarachter. Nog wat zeg ik. Boven het witte gebied, X1, dat is het ik. Of het zelf, het violette gebied, dat is X2. Dat zijn het losse element, het bovenbewustzijn. X1, dat is de schepper, het goddelijke iets dat bestaat. X2 is opgebouwd uit de moederenergie en die vormen samen, X1 en X2 zijn samen het bovenbewustzijn. En dan hebben we, Martinus, een heel speciale definitie van het onderbewustzijn, die niet bij psychologie aansluit. Voor Martinus, dit is de wereld van de energieën, X3. Alle belevingen en ervaringen vinden plaats in X3. En alles, alle handelingen, alle waarneming vindt allemaal plaats in X3. Dat is het onderbewustzijn volgens Martinus' terminologie. En dat onderbewustzijn, daar zijn twee delen in. Het dasbewustzijn en het nachtbewustzijn. En we hebben de 6 basisenergielichamen. Rood is instinct, oranje zwaarte in het lichaam, geel gevoelslichaam, groen intelligens lichaam, blauw intuïtielichaam en indigo is het herinneringslichaam. Dat zijn de wereld van de energieën en wij gebruiken deze basisenergieën om mee te beleven op fysieke vlak, maar ook op het geestelijke vlak. De oranje ring om het wit, die symboliseert dat hier in dit symbool is het wezen heeft zijn dagbewustzijn op het fysieke vlak. En de figuur binnen de oranje figuur is typische structuren. En het kruis symboliseert de volmaakte scheppingsvermogen. Dat het ik heeft in al de eeuwigheid een volmaakt scheppingsvermogen om de energie te gebruiken. X1, 2, 3 noemt Martinus ook schepper, het scheppingsvermogen en het geschapene. Dit wezen heeft dus een dagbewust en fysieke vlak en beleeft dagbewust via zijn fysieke lichaam. En dan gaan we naar het volgende symbool. Zullen we zien hoe je op het geestelijke vlak beleeft als het fysieke lichaam weggevallen is. En als je dood bent, dan houdt het hart op te slaan. Dan komt geen bloedbeeld. Alle organen die gaan overlijden. En dan sterven alle cellen. En daarmee vallen alle fysieke zintuigen weg. We kunnen zien, horen, voelen en proeven. En die 5 zintuigen vallen weg en de hele uiterlijke wereld valt weg. En dan hebben we alleen de wereld van onze gedachten die over is. En hier hebben we het symbool, ergens in de 90 zei hij, dit is het levende wezen, maar nachtbewustzijn. Hier zien we een levend wezen van het fysieke vlak die slaapt of die dood is. En hier heeft Martinus een oranje. Even wat hij maar ziet. Eerst was die ring oranje, nu is die ring geel. Die symboliseert dat nu
wordt het dat bewustzijn niet verder gedragen door het zwaarte lichaam. Het bewustzijn wordt niet door het fysieke lichaam gedragen. Dan gaat het over naar het eerstvolgende draagkrachtige lichaam. En dat is het gevoelslichaam. Het grote thema voor ons is namelijk dat wij bezig zijn het gevoel te ontwikkelen, intelligentie te ontwikkelen en intuïtie te ontwikkelen. Die drie. Maar hoofdzakelijk zullen wij tijdens de dood en tijdens de slaap ervaren, voelen via het gevoelslichaam. Maar we hebben iets intelligentie hebben we nog wel, waardoor we in de geestelijke wereld ook iets kunnen ervaren via het intelligentielichaam en het werkgestrek. En we hebben ook een heel klein beetje een micro-intuïtie. Als je Martinus bestudeert en je interesseert voor Martinus' werk, dan ben je bezig om je intuïtielichaam te ontwikkelen. De onderzoekerskern van de kern van een intuïtie-embryo. Dus hoe meer je dat oefent, kun je dat op het geestelijk vlak met je intuïtie ervaren. Maar dat noemt hij nachtbewustzijn. Er zijn mensen die gespecialiseerd zijn in medium, als medium zijn, die kunnen in trance gaan, die kunnen helderziende zijn. En de meest beroemde is Edgar Cayce, de slapende profeet, die in trance kon gaan. En er werd een bandrecorder aangedaan. En Martinus heeft er ook iets over gezegd, over Uri Geller. Er was ooit een boek van in 1973 over Uri Geller, dat Martinus leest, dat was dat boek. En Uri Geller heeft geweldige geestelijke spieren, hij heeft een goed ontwikkeld astraal lichaam. Martinus, hij voelde niet dat het tot zijn missie behoorde om een analyse te schrijven over Uri Geller. Maar hij had bijna een overdreven gevoelslichaam, die media. En op het fysieke vlak kunnen ze daarmee in trance gaan en helder zien te zijn en dingen op het geestelijke vlak beleven. Maar het gaat erom om het intelligentielichaam te ontwikkelen en die twee in evenwicht te hebben. Bij verschillende gelegenheden heb ik na lezingen gesproken met mensen die psychische vermogens hebben en die helderziend zijn. En dan probeer ik te zeggen dat ze Martinus studeren en Martinus moeten lezen. Want het is fantastisch en zo interessant. Maar heel vaak zeggen ze, nee, dat vind ik niet, dat heb ik niet nodig, want ik krijg het antwoord uit de geestelijke wereld. En dat betekent, ze kanaliseren. Maar dat is niet iets wat de intelligentie stimuleert. Dat stimuleert het onderzoeksvermogen niet en daar moeten we tot doorheen. Hier is er geen kruis in het midden, zoals in het vorige symbool. En we hebben vijf verschillende voor de lezing gelezen gehad, waar Martinus dit symbool verklaard heeft. En dat doet hij altijd in verbinding met het symbool daar, waar het kruis aanwezig is. Dit volk maakt scheppingsvermogen voor het stadkruis, maar er is één van deze vier, vijf lezingen waar Martinus zegt, die oranje ring betekent dat ze geloven in het fysieke lichaam, dat ze geloven dat ze identiek zijn met het fysieke lichaam. En het kruis betekent dat ze in de dood geloven. Want anders is het kruis voor veel mensen het symbool van de dood met Christus aan het kruis en met de begraafplaats en zo. Het kruis is voor vele mensen het symbool voor kruis. En Martinus met zijn intuïtie zag die symboliek en alles. En Martinus heeft ook zeggen, de oranje ring, je gelooft dat men identiek is met het fysieke lichaam. En dat betekent dat je gelooft in de dood. Dat betekent dat als je dood bent, dan ben je ook weg. Dan is alles weg. Dan wordt alles zwart. En het tegenovergestelde, als je het kruis, de dood laat symboliseren, dan is hier een driehoek. En driehoek is het symbool voor het eeuwig levende wezen. En wil ik die symbool door de dood 1, 2, door de dood 3, 2 en door de dood 3 gaat hij achter elkaar laten zien. En ik heb dit meegewerkt aan de bewerking van dit boek. En om die opnames af te lossen, wat Martinus over de dood schrijft, dan zeg ik van nou, dan is, je kunt blij zijn om
dood zijn. En er was op tv in het programma over het leven na de dood en over bijna doodervaringen. En deze vrouw die uit Denemarken, zij voelde dat ze het eeuwig was en dat er een lichte wereld was, dat ze eeuwig was en dat het prachtig was. Ze zei ook, zij wil ook graag doodgaan, maar er waren een paar dingen die ze graag tussendoor nog wilde doen, maar ze was niet gedeprimeerd om, en dat ze daarom dood wilde, maar als ze dood zou komen, dan zou ze dat prima vinden. Martine zegt, wat als we wisten hoe geweldig het is op het fysieke vlak, dan zouden we zelfmoord begaan met het tegelijk, zei Martine meteen. Het is niet de bedoeling om zelfmoord aan te bevelen, maar je zou misschien in de verleiding komen als je wist hoe prachtig het is in de geestelijke wereld. Op dit symbool hier, daar zien we een oranje raamwerk. Dat symboliseert het fysieke vlak. En er zijn 16 verschillende vakjes. En die symboliseren 16 verschillende mensentypes. En met het nest met de Sphinx. Het is half dier, half mens. Wij zijn half dier, half mens. Behalve Ole Terkelsen is een praatmachine. Als je op een knop drukt, dan gaat hij praten. Ole is dus een half dier, half praatmachine. Het zwarte is het dierlijke. En het kwade. En het witte is het humane. Dieren hebben de drang, drift of zelfbehoud. Ze willen overleven. En ze proberen alle dieren te overwinnen. Daarom krijgen ze ook een slecht karma. Als die terugkomt. Als ze de pijn gevoeld hebben en het lijden gevoeld hebben, dan ontwikkelen zij ook medegevoel. En ook al begrijp je niet de zin van de pijn en lijden, dan werkt die toch. Het gevoelslichaam groeit iedere keer als je gevoel hebt. Als je pijn en lijden voelt, dan voelt het gevoelslichaam automatisch. Als je interesseert voor Martinez, dan wil je graag weten waarom heb ik deze ziekte, waarom heb ik dit probleem. En dat is ook een voordeel. De dieren ontwikkelen zich, of ze het nou begrijpen of niet. Maar Martine zegt dat als de mens, als hij een bewuste medewerker wordt van zijn eigen lot, dan gaat de ontwikkeling snel. En in dat stadium wil je graag weten waarom ben ik ziek en wat moet ik hiervan leren. Maar je moet het niet erg vinden, want ook al begrijp je niet waarom je ziek bent en ook al weet je niet waarom je de problemen hebt, dan gebeurt het alleen wel. Dan gebeurt toch iets. Het gevoelslichaam groeit toch. En op een gegeven moment begrijp je het wel. Hier heeft Martinez een gebied getekend. Dat is de tussen. Hij noemt dat soms de tussentoestand. Of de eerste sfeer na de dood. Het eerste gebied waar je leeft na de dood. Alles wat de bovenste symbool is, dat is de geestelijke wereld. Daar is een tussentoestand. Een hiernamaals misschien moet je zeggen. En een geestelijke wereld. In deze. Als je bent in de geestelijke wereld, in de eerste sfeer. Of vage vuur misschien. Maar het gedachte en bewustzijn, het fysieke vlak. Je leeft op het geestelijke vlak met fysieke voorstellingen. Je houdt je bezig met iets. Waarmee je op het fysieke vlak werkte. En vooral in dit boek, nummer 25, De Weg naar het Paradijs. Ontwikkelt Martinez deze twee begrippen. Het inhumane paradijs en het humane paradijs. En die zwart daar, met de doodskop daar, met het vuur, dat is in feite het inhumane paradijs. Martinez, als je dood bent, kun je ook onbehagelijke ervaringen hebben. Dat betekent, heb je trieste, donkere, duistere gedachten voor je stemt, dan ben je nog in die toestand na de dood. Er is een groot voordeel met fysieke vlak. Ook al ben je zelf gedeprimeerd, dan kan de zon schijnen, de vogels zingen, de bloemen kunnen bloeien. Je kunt met fijne mensen samen zijn. Je kunt een goed programma op televisie zien. Er kan licht in een trieste, deprimeerde ziel komen. Maar als je dood bent, dan valt de uiterlijke wereld weg. Als er over, dan alleen maar je gedachten over. Je gedachten die eerst de innerlijke wereld waren, zijn nu de uiterlijke wereld. En
heb je alleen maar grijze, duistere, trieste gedachten, dan leef je in een grauwe, duistere wereld. Als je materialist bent en zeker bent dat het eerste wat je ervaart is na de dood, dat je niet ervaart, dat je denkt dat er één groot zwart gat is, dan wordt het in feite ook het eerste wat je ervaart na de dood. Maar als je religieus was en geloofde dat je naar de hel kwam, ging omdat je een zondaar geweest was, dan gebeurde dat, dan beleef je dat op het geestelijke vlak in eerste instantie. Maar het principeel, in principe wat je ervaart in de vage vuurzone, of daar, het eerste wat je daar ervaart, beleeft, is dat je bewust moet worden van je eigen bewustzijn. En dat doet iets denken aan, maar vroeger, als je boos bent, dan moest je in de hoek, werd je in de hoek gezet. En dit is het hoekprincipe. Je kunt zeggen, als er een kind is wat woedend is en niet te sturen, dan kun je best naar een andere ruimte gaan en het kind alleen in zijn ruimte uit de kamer laten zitten. Maar het feit dat je je overgelaten wordt aan je eigen bewustzijn, dan krijg je geen impulsen, dan krijg je geen inspiratie om nog kwaader te worden. Maar als je alleen in je eigen gedachten weer zit, dan word je misschien toch wat triester. En na de hand kom je dan weer in een goed humeur. Maar in de vage vuur leef je in een duistere wereld en daar blijf je ook in. Er kan best een beschermengel zijn die wil helpen. Als het een kwaaie man is, dan komt er een beschermengel. En dan zegt hij, weg, ga weg, ik kan het zelf. Ze kunnen heel boos zijn en ze willen geen hulp aanvaarden. Maar naderhand gaan ze denken, wat is dit voor een wereld? En er is geen zomer of winter, er is geen nacht en dag. Er is geen maaltijden. Er is alleen maar voortdurend in je eigen gedachtenwereld. Er is niets om de tijd te markeren. Het voelt als een eeuwigheid. Je voelt alsof je vast zit in de modder of in een moeras. En of er hoge rotsen zijn. Er is bijna geen licht. Je kunt je niet bewegen. Je zit vast in de modder. Het is zwart en er gebeurt helemaal niets. Je zit in dezelfde situatie voortdurend. Hier bij ons wordt het dan ochtend, donker door de ochtend. Maar langzamerhand, als er iemand in die situatie is, dan worden ze zich bewust van hun bewustzijn. En dan voelen ze de consequenties van hun gedachten. En dat ligt ook in het principe van in de hoek staan. Je kunt ook zeggen, als je heel gestrest bent, dan word je vaak verkouden of word je griep en dan ga je naar bed. En als je in bed moet, dat is ook een soort van in de hoek staan. Want het lichaam roept om hulp en je stresst maar steeds meer. En dan word je ziek en dan kom je in bed. En dan krijg je tijd om de dingen door te doordenken. En dat gebeurt er ook als je in de hoek moet gezet worden. Het vage vuur is dus geen straf. Het is een hulpmiddel dat de mensen zich bewust kunnen worden van hun eigen bewustzijn. Ze zijn bewust van hoe ze denken. En dan denken ze misschien, ben ik in de hel gekomen? Wat is dit voor iets? Waar zit ik? En dan dan komt er een beschermengel en die helpt. In het zesde symboolboek is er een lezing waar Martinus een voorbeeld geeft van hoe een beschermengel kan helpen. Dus de beschermengel zegt tegen de ongelukkige ziel, nu moet je begrijpen dat je dood bent. Je bent in een geestelijke wereld en hier wordt alles gestuurd met behulp van gedachten. Nu moet je kijken wat er gebeurt. Nu probeer ik aan een bloem te denken. En dan staat er een bloem. Die kunnen we allebei zien. En dan zegt de beschermengel tegen iemand, nu moet jij proberen op iets te denken. Bijvoorbeeld een potlood. Daar staat iets in het symboolboek. Dan staat er ineens een potlood. En je kunt je voorstellen dat er een boom is, staat. Je kunt je voorstellen dat er een boom is. En dan een hemel. Een blauwe hemel met zon en wolken. En dan komt er, en op die manier leer je hoe de dingen werken in de geestelijke wereld. En dan kom je
kom je uiteindelijk uit die toestand van het vagevuur. En Martinus zegt dat de beschermengelen, die kunnen mensen deze gedachte, van uw gedachte al duizend afhelpen. Ze kunnen worden weggesuggereerd. Alle haat, alle irritatie, dat kunnen de beschermengelen helpen om dat te verwijderen, weg te nemen. En Martinus noemt dat een bewustzijnoperatie. Hij zegt ook, het is een persoon, bijvoorbeeld een gesleten persoon. Je kunt de dierlijke gedachten weghalen als het ware. Dat wordt weggesuggereerd en dan blijft het, dan zegt hij ook daar in het symboolboek, dat het is iets, het is een energie. En die energie, die wordt weggenomen. En die energie, die heeft nog steeds een menselijke vorm. En die energie die weggenomen is, die elektrische structuur als het ware, met mensengedachten, met mensenvorm, dat kunnen wij soms zien als een spook. En Martinus zegt, de geestelijke wereld is de elektrische wereld. De geestelijke wereld is de elektromagnetische wereld. Er is geen plantaardige levenseenheden in de geestelijke wereld. Er zijn geen dierlijke levenseenheden in de geestelijke wereld. Die is puur elektrisch-magnetisch. En af en toe gebruikt hij ook die interessante uitdrukking dat het is een mineralenwereld. Elektriciteit en magnetisme, als het niet dierlijk of plantaardig is, dan moet het een soort van minerale materie zijn. En mineralen, wat hij zegt, die energie die weggenomen wordt, die kan heel best blijven bestaan in 400, 500, 600 jaar. Dus omdat het van mineralen is. Maar op een gegeven moment verweert het toch en verdwijnt het. Maar het kan zijn dat er iemand, een mens is die een gewoonte heeft gehad. Bijvoorbeeld heeft hij 50 jaar in hetzelfde huis gehad en ging die naar de keuken. En ze ging wat thee en ging thee maken in de keuken en ging jaar in jaar uit. Deze gewoonte, deze functie, deze gewoontefunctie, dat is een fysieke gewoontefunctie. En alle fysieke gewoontes worden ook door de beschermengelen weggenomen. En het kan best zijn dat iemand kan horen dat om 9 uur de plank in de keuken een beetje kraken. Die automatische functie van iemand die zegt, dat is maar de definitie van Martinus van een spook. Spoken zijn de automatische functies van overleden mensen. Het zijn nieuwe mensen die pas overleden zijn, die een fysieke last hebben, die bijvoorbeeld drugs of alcoholist zijn, drugs of drugsverslaafd, seksueel pervers, als je iemand wat ondeugden heeft, die kunnen het op fysieke vlak, dan is het moeilijk als je in de geestelijke wereld bent, want juist omdat je die fysieke gewoontes, je hebt geen fysiek lichaam, dus dan proberen ze andere mensen te bezitten. Dat is een nieuwe, dat is een pasgeboren. Martinus zegt met helder zien dat ook, dat mensen die kunnen liegen voor ze overlijden, kunnen het ook na hun dood. Dus daarom is het niet zeker dat niet alle boodschappen via een clairvoyante van de boodschap van het geestelijke wereld zijn, dat die waar zijn. Als iemand, ze kunnen op een gegeven moment via de clairvoyant zeggen dat iemand Jezus is of Boeddha of een grote missie heeft en dat sommige mensen in de seance geloven dat en die geest krijgt al op een gegeven moment macht over iemand op fysieke vlak, dat is iets heel anders dan deze spoken. Maar het kan zijn dat men voorstellingen op het fysieke vlak meegenomen heeft, dat je naar de hel gaat, dat is de voorstelling. Het idee die op fysieke vlak geschapen is, die worden ook weggenomen, die voorstellingen. En het kan zijn dat je een buurman had waar je ruzie mee had en dan ga je dood en dan is het heerlijk. Maar wat later, dan verschijnt diegene ook in het paradijs. Nee, is hij nu ook hier? En dan, het is niet leuk om dan in het paradijs te zijn als je dan een lastige buurman is. Het zou niet juist zo leuk zijn zonder hem. Maar de beschermengelen, die hebben dat weggenomen. Alle disharmonie, je kunt dat ook helemaal niet herinneren. En je gaat de geestelijke wereld binnen met een gereduceerd bewustzijn, met het licht dat je hebt. Sommigen hebben wat meer licht en sommigen wat meer in licht. Maar het is leuk om te weten
dat alleen het goede overblijft. En daarom is het ook dat het een leeuw en een lam met elkaar kunnen liggen, naast elkaar kunnen liggen in het paradijs. Maar interessant is het dat als we werkelijk een goed gelovig christen geweest en je hebt iedere dag tot God gebeden en je bent naast liefdevol geweest en je bent er zeker van dat je in het paradijs komt. En ook, je ziet God met zijn troon en de Heilige Geest. Links en rechts hebben we Jezus. En er zijn engelen die op de harp spelen. En ze hebben psalmengezang en engelen met de vleugels. Dan beleef je, ervaar je dat ook. Maar het is ook, het zijn religieuze voorstellingen die je geleerd hebt in de godsdienstles. En maar zo is het, die worden ook weggenomen. En dan komt iets heel fantastisch. Dat is dat alle fysieke gewoontefuncties worden weggenomen. In de geestelijke wereld is er geen vaste onderlaag. Je hoeft niet te lopen. Dus wat hij zegt, in de geestelijke wereld heb je geen handen en voeten nodig. Kun je je voorstellen dat in een wereld waar je geen handen en voeten nodig hebt, kun je je voorstellen dat je in een wereld bent waar je niet hoeft te slapen? Er is geen ochtend of middag of avond. Als ik aan mijn eigen leven denk, ik heb een bepaald kader, ik moet slapen, ik moet op, ik moet ontbijten, ik moet iets doen. Dan heb ik lunch en dan ga ik iets werken en dan ga ik zie ik op televisie, dan ga ik weer. Nu is het dag en dan is nacht en nu is het winter, zomer, voorjaar, alles. Dat is iets wat de tijd markeert. Alles, dat is allemaal weg. Er is ook media die verteld hebben, hoe ziet het geestelijk eruit, aan de media gevraagd. Media, wezens op het geestelijk zeggen, hebben het nooit over een keuken of een slaapkamer, ze hebben het nooit over een toilet. Dat bestaat er niet op het geestelijke vlak. Martinus gaf soms in zijn lezing, als er een familie geweest was die in een grote stad, in een stad heeft, de man en vrouw, die sterven ongeveer gelijktijdig en ze hebben altijd een heel graag een leuk klein huisje met stokrozen op het land willen hebben met een vakwerkhuisje. Dan kun je beleven dat ook op het geestelijke vlak, zegt Martinus. En als ze dat, niet aan het huis denken, dan verdwijnt het, maar dat ontdekken ze nooit. Want iedere keer als ze aan het huis denken, dan staat het er. En zo fungeert de geestelijke wereld. Je hoeft ook niet eens een lichaam te hebben op het geestelijke vlak. Het enige wat je hebt, dat is je enige wat je mee werkt, dat zijn je gedachten. Een elektrische wereld. En er is geen afstand. Als ik in de USA wil, als ik wil reizen naar Amerika, moet ik mijn lichaam verplaatsen. Als ik naar mijn vriend moet naar Holbeck, je moet je fysieke lichaam verplaatsen. Op het geestelijke vlak zijn er geen afstanden, er zijn toestanden. Dus je verkeert in een bepaald toestand. Ik zit vaak op de tv te kijken, maar een oude. In de parabool zijn er 500 televisies, maar er gaat maar één leiding naar de televisie. De elektronen die zou denken dat de programma door elkaar zou lopen, maar dan heb je zo'n afstandsbediening en dan zeg je. Ja, een afstandsbediening, als je die op 11. Als je op 100, op bepaalde megahertz bestelt, als je op 11.118 megahertz, dan krijg je CNN nieuws of je krijgt BBC. Je kunt frequentie veranderen door de afstandsbediening. En zo is het ook in de geestelijke wereld. Je krijgt het programma wat je wil. Denk je aan die mens, dan staat hij er. Denk je aan dat land, dan ben je er. Alles komt naar je toe. En alleen de gedachte die stuurt alles. Het is een fantastische wereld. En ergens zegt Martinus, maar je hoeft niet op het geestelijke vlak te praten. Want pas voordat je het woord uitgesproken hebt, kunnen anderen zien wat je wil zeggen. Als je tenminste iemand bent die denkt voordat je wat zegt. Maar je kunt je kunt de lichaamsvorm kiezen die je waarin je wil laten zien. Dus als je alle de fysieke voorstellingen weggesuggereerd zijn, alle fysieke gewoontes met eten, drinken, slapen, op een vaste onderlaag te lopen, bodem te lopen, dan ga je naar de geestelijke wereld. Het geel begint al daar. Dit is het ware mensenrijk. Dat is het eerste rijk waar je doorheen reist. Nou, dus je gaat door het ware mensenrijk en daar arbeid je
met beschermengelwerk. En hier, we hebben het wijsheidsrijk, het intelligentrijk, daar zijn eigenlijk waar je schept. En ben je op fysieke vlek creatief geweest bent, waar je mooie dingen gemaakt hebt, huizen of wegen of sieraden of alles, als je met verschillende scheppende werkzaamheden gaat, dan kun je ook daar doen, in het wijsheidsrijk. En degene die daar intelligent in zijn wordt gemaakt, wordt de wezens die geestelijke vlak wonen, nieuwe planeten, nieuwe atomen, alles, nieuwe lichamen, de goddelijke wereld, dat is de intuïtierijk. En daarop, de hoge bovenop daar, heb je het zaligheidsrijk. Hier, in deze drie vlakken, wijsheidsrijk, goddelijke wereld, daar heb je wisselwerking met de andere wezens in de omgeving. Maar plotseling, dan ben je moe van de zintuigen die worden. S'avonds ben ik vaak verrast, ik ben slapig, ik ben moe, ik heb zo. Dat overvalt me. Ik bepaal niet zelf dat ik in bed ben. Het is een gevoel dat uit zichzelf komt. En dan ga ik slapen. En zo is het ook in de geestelijke wereld. Het zaligheidsrijk is de slaapplaats van het universum. Je gaat binnen in je eigen herinneringswereld. En daar, zegt Martinus, en tussen twee fysieke lichamen, kun je drie, vier lichamen terug herinneren. Hier rood, dat is dus de instinctenergie en die symboliseert de vorm van het embryo. Je weet dat je in de fysieke wereld geleefd hebt, je weet hoe ver je gekomen bent. Je hebt misschien een project dat je piano wil leren spelen of balletdanser wil worden of een atoomfysicus. En dan kun je zien hoe ver je gekomen bent en wat er ontbreekt. Het is fantastisch in de geestelijke wereld. Waarom in godsnaam wil je dan terug incarneren? Waarom terug naar dit tranendal? Het is zo zwaar hier en zo moeizaam. Dat is omdat er zijn wensen en verlangens die alleen maar opgevuld vervuld kunnen worden in het fysieke vlak. Martine zegt, er zijn wat dunne draden die de ene leven met het andere leven verbinden. Die draden, die verlangens, die verbinden het ene leven met het andere. Dat zijn onbevulde wensen en begeerten en daarom willen we graag terug. Als je honger hebt, is het leuk om iets eten te krijgen. Als je dorst hebt, is het geweldig als je kunt drinken. Als je alleen bent, is het fijn als je contact hebt. En zo is het ook in de hier. En wil ik graag dit symbool verwijzen wat Gernot Larsen in zijn boek heeft gepubliceerd. En heel veel jaar kon je dat symbool als los symbool kopen. Zeggen, dan moeten we het niet uitgeven omdat er geen zinvolle verklaring bij is. Maar het was ook, het was al. Maar de violette kleur overal symboliseert de moederenergie. En de grote, dit symboliseert het plantenrijk. En de figuur hier, de figuur is ook wat rood, symboliseert een plant die het plantrijk is. De oranje is dierrijk en hier is een dier. Hier hebben we het ware mensenrijk. Dat is een dier of een mens. Dit zijn levende wezens. De positie van ten opzichte van elkaar. In het dierenrijk heeft de plant een bescheiden positie in verhouding tot het dier. En krijgen we hier weer het ware mensenrijk. De hoofdpersoon is hier. De hoofdpersoon is de ware mens. Maar wij aarde mensen hebben een lagere positie in dat rijk daar. En de planten hebben nog meer een bescheiden rol in relatie tot de wezens die thuis horen in die wonen in het ware mensenrijk. Dus als we naar het wijsheidsrijk zijn, hier is een wijsheidswezen, dan zien we hier dat de aardemens die heeft een heel bescheiden plaatsje in verhouding tot het wezen wat daar woont. We hebben weinig intelligentie, we hebben daarom ook maar een kleine rol in dat rijk. Het is heel beperkt wat we kunnen beleven in het wijsheidsrijk. Dat is hier, we hebben een bescheiden rol in verhouding tot de ware mensen. Daarom is het enigszins beperkt wat we in het ware mensenrijk beleven na de dood. Maar in de goddelijke wereld, daar is de intuïtie rijk. En dat is
het intuïtiewezen, een goddelijk wezen. En dan kunnen we zien dat hier speelt de mens een heel bescheiden rol in de relatie tot de wezens die dus thuis horen en wonen in het wijsheidsrijk, een goddelijke wereld, sorry. En hebben we heel weinig intuïtie, ervaren we heel veel minder. Maar die kwantificering kunnen we ook op het volgende symbool zien. Dat is een fantastisch symbool, nummer 96, door de dood 3, waar Martinus verklaart hoe lang we op die verschillende bestaansniveaus kunnen zijn. Symbool, de oranje kleur hier, is dat we op het fysieke vlak ons bevinden. En hier hebben we 7 verschillende mensentypes. En met de violette kleur heeft Martinus bewust aangegeven. En er is een groen en een gele cirkel in het bovenbewustzijn. Dat is dat alle wezens hebben 2 polen in zich. Een mannelijke pool en een vrouwelijke pool. Die geel of groen is. Maar het is een ontwikkelingsreis hier. En helemaal links hebben we het eenpolige wezen. En helemaal rechts hebben we het dubbelpolige wezen. En dan hebben we deze dwarse balk. Dat is precies wat we de dood noemen. En hier hebben we een beetje dus een beetje een bruinige kleur. Dat is de vage vuur, die is echt, dus de onbehagen situatie na de dood. En hier hebben we dan rood en oranje kleuren. Dat is wat hij dus noemt. Dat is het inhumane paradijs. Het Indianen, dieren, die gaan naar de eeuwige jachtvelden. En in de mythologie, Noordse mythologie, was het ook dat de vikingen droomden van dat ze een strijd konden voortzetten in de Valhalla. Als je vredig was, en dan ging je naar de hel. En als je dood, dan ging dat was Helheim. Daar was en ze hadden ook een inhumane paradijs, Valhalla. Er is een karakteristieke ontwikkeling hieronder. Het eerste is, dit is de aapmens, de overgang van de aapmens naar mensaap, van mensaap naar aapmens. Die leeft heel veel instinct, heeft zwaartenergie en gevoelsenergie. Dat zijn die 3 onintellectuele energieën. Hier bij het volmaakte mens zien we intelligentie en intuïtie die overheersen. Het andere mensentype is de mensen die in de natuur leven, in de jungle, dat zijn de natuurmensen. En we zien hier dat zij iets meer intelligentie hebben dan de aapmens. Hier, dit is een religieuze mens. We zien direct dat de religieuze mens heel veel gevoel heeft. Dat maakt dat als die in de geestelijke wereld komen, dat ze kunnen ze heel veel opleveren in het ware mensenrijk. Ze kunnen als beschermengel werken. Ze kunnen gestorven vrienden en kinderen hebben. En misschien zelfs een beetje mee helpen aan de wereldverlossing. Als er een schrijver is die een boek schrijft over vredesbeweging. Dan kunnen ze soms ook inspiratie krijgen van de wezens op geestelijk vlak. Die in het ware mensrijk zich bevinden. Dat kunnen overleden aardmensen zijn die op reis zijn. En dat kunnen natuurlijk iemand een wezen zijn wat er thuis hoort in die spiraal. Type nummer 4 is de moderne materialist. We zien dat hier veel intelligentie ontwikkelt. En in overeenkomst daarmee krijgt hij een langer verblijf in het waarzijdrijk. Waar je met design kunt werken. Waar je ingenieur bent of bouwmeester, architect of dat soort dingen meer. Als je schaken en chemische kun je alle problemen oplossen die je hier niet kunt oplossen. Gaan we naar 5. Dat is een nieuwheid. Nu is de intuïtie bijgekomen. De 5e mens is genie. En daar is de solitie dat hij ook een langer verblijf heeft in de goddelijke wereld. En kunnen wij het 6e type, dan is het bijna dubbelpolig. Heeft veel intuïtie. En daar is een interessant detail hier. Hier is de intuïtie over die dikke streep naar het bovenbewustzijn. Wezen kan het ware met intuïtie kijken in X-Tree. Martinus zou de analyses niet hebben kunnen maken in X-Tree als hij intuïtie gehad had. En we zien ook met de dubbelpolige mens dat daar de intuïtie helemaal in de X-Tree is binnengegaan. En we zien consequent, het is bijna een symbool
Dit is die zwarte driehoek in symbool 91. De eerste sfeer waar men leeft met fysieke worstelingen en waar men inhumaan is. Dit is het humane paradijs. En hier zien we hoe het gevoel ontwikkelt, hoe het idee zich ontwikkelt en we zien hoe de intuïtie zich ontwikkelen allemaal. We zien dat het vooral het evenwicht tussen zwaarte, tussen gevoel en intelligentie. Gevoel moet gebruikt worden met verstand en gevoel moet geïntellectualiseerd worden. Maar de intelligentie moet niet gebruikt worden tot misdaad of de intelligentie moet gehumaniseerd worden. De intelligentie moet voor liefdevolle doelen gebruikt worden. Martinus, die werd 90, meer dan 90, met kosmisch bewust. En dan is er toch een heel klein wat vage vuur. Waarom? Martinus was 90 en ging op aarde. Op die manier had hij fysieke gewoontefuncties gehad. En die moet je ook kwijtraken en afleren op het geestelijke vlak. Het is een heel andere wereld om naartoe te gaan als je geen handen en voeten moet nodig hebben, als je geen etmaal of seizoenen zijn. Het is een fantastische wereld om daar te kunnen leven. En hierboven, op een gegeven moment werken de zintuigen niet meer en dan ga je in het zaligheidsrijk binnen waar je kunt vorige levens kunt herinneren. En dan krijg je zin om terug te komen en dan heb je hier de oranje kleur, dan komt het wezen toch weer naar het fysieke vlak terug. En ik vind het dus zo heerlijk dat Martinus zegt, op het geestelijke vlak moet je niks. Nu moet ik eten, nu moet ik dit doen, nu moet ik dat doen. En we kennen het allemaal samen, we moeten voortdurend iets. En dan kan het heerlijk zijn om oud te worden. En dan kun je langzaam eraan wennen dat je niks meer moet. Je vindt het, dan kom je naar een wereld waar je niks doet, maar je moet toch die gewoontes ontwennen of afleren. Dus ik wil zeggen dat lees je deze analyses van Martinus, dan is het toch een reden om blij te zijn om dood te gaan. En Martinus zegt ook dat de geestelijke wereld wordt onze echte wereld. Dat is onze wereld waar we thuis horen. We zijn eigenlijk nu we hebben nu een buitenlanddienst in de fysieke wereld. Het is een buitenlandse dienst. En er was ooit een lezing met de titel: de levenden zijn de doden. Maar de doden zijn de levenden. Om aan te geven dat wij zijn kosmisch dood en de fysieke wereld. En we zijn levend in de geestelijke wereld. Misschien kort zeggen, even met het thema van deze week, recreatie, dat hoe meer batterijen leeg zijn, hoe langer het nodig is om ze op te laden. Dat betekent als je als kind en jong dood, dan kom je snel terug. Martine zei, als je als soldaat overlijdt, kun je na 5 jaar weer terugkomen. En een andere zegt hij van, je kunt na 7, 8 jaar terugkomen. Maar een derde zegt hij, je kan hoogstens 100 jaar weer op het geestelijke vlak. Maar als je ontwikkelde geestelijke vermogens hebt, dan kun je zien, dan kun je een vrij lang verblijf hebben in de geestelijke wereld. Dus als je oud sterft, en je hebt gevoel, intelligentie en intuïtie ontwikkeld, dan kun je lang op het geestelijke vlak blijven. En misschien net zo lang in het geestelijke wereld als in het fysieke vlak. Maar ik hoop dat jullie deze lust hebben, om zin hebben om dood te gaan en je verheugt om aan te zeggen, voel je goede reis nog.